Nederland is maar een klein landje in de wereld en het is daarom heel erg afhankelijk van en gericht op het buitenland. En dat staat in deze video centraal. Die gaat onder andere over het verdrag van Maastricht. En dat verdrag van Maastricht is een belangrijke mijlpaal in de eenwording van Europa. Maar goed, een klein landje dus. En als eind jaren 80 de economie herstelt, dan komt dat onder andere ook door ontwikkelingen in het buitenland. Want Nederland is een handelsland, een open economie. En dat land dat profiteert heel erg van de globalisering die in de jaren 80 begint en die in de jaren 90 ook zeker doorzet. En globalisering wil zeggen dat de economie steeds meer een internationaal systeem wordt. Hè. De grenzen vallen eigenlijk weg, die bestaan steeds minder voor grote bedrijven, voor multinationals. Nationale regels doen er ook minder toe. En er wordt wereldwijd gehandeld. Er wordt ook een hele wereldwijde keten eigenlijk van productie en consumptie en communicatie en dergelijke opgezet. En dat is voor een klein landje als Nederland, dat het niet in zijn eentje kan, is dat natuurlijk een goede ontwikkeling. En een tweede reden is de Europese samenwerking in de Europese gemeenschap. We hebben in een eerdere video al gezien dat in de jaren 50 de Europese gemeenschap voor kolen en staal werd opgericht, de EGKS. Nou, uiteindelijk breidde die zich uit met meer landen en het ging niet alleen meer om kolen en staal, maar werd het algemene economische samenwerking, werd het de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Nou, toen werd er voorzichtig ook op andere vlakken samengewerkt, dus toen werd het de Europese gemeenschap. En ja, dat is goed voor een klein land als Nederland, want dan had het betere contacten met Europa en stond Europa ook sterker in de wereld. Ja, Nederland is dan ook een groot voorstander van verdere samenwerking in Europa. En als begin jaren 90 Nederland voorzitter wordt van de EG, dan wordt in Maastricht komen alle lidstaten bij elkaar en wordt het verdrag van Maastricht afgesloten. En dat is eigenlijk een vervanging en ook een bundeling van eerdere Europese verdragen die er zijn geweest. Ja, en hier zien we het verdrag van Maastricht liggen. Je ziet, het is een behoorlijk dik boekwerk, er staat heel veel in. En we zullen eens even gaan kijken naar de belangrijkste bepalingen, de belangrijkste afspraken die er gemaakt worden in dat verdrag van Maastricht. Nou, ten eerste wordt de Europese samenwerking verder uitgebreid op het gebied van de economie. Het was natuurlijk in eerste instantie al een economische samenwerking geweest. Maar ja, nu kwam er ook samenwerking op het gebied van de buitenlandse politiek bij. Dus buiten Europa ten opzichte van de Verenigde Staten, ten opzichte van China, Japan, Rusland bijvoorbeeld. En ook samenwerking op het gebied van politie en justitie. Dus het werd meer dan economische gemeenschap. Hè. Het werd echt een meer samenwerking op allerlei gebieden. En uiteindelijk legt dat verdrag van Maastricht dan ook de basis voor de oprichting van de Europese Unie. En dat zal een jaar later ook al gebeuren. En die Europese Unie, die hebben we nu nog steeds. En dat is eigenlijk een samenwerking tussen Europese staten op economisch, politiek, sociaal en cultureel gebied. En iets anders dat we tegenwoordig nog steeds hebben, vindt ook haar oorsprong eigenlijk in dat verdrag van Maastricht. Want een andere belangrijke afspraak die er in Maastricht wordt gemaakt is dat er één monetaire unie moet komen. Dus eigenlijk moet gewoon de Europese Unie moet één gemeenschappelijke markt ook worden, één financiële markt eigenlijk ook. En daar hoort ook één gemeenschappelijke munt bij. En dat zal uiteindelijk de euro worden, die wordt een aantal jaar later ingevoerd. Nou, en dat wordt in Maastricht wordt dat ook bepaald.